Winkeldiefstal, geweld en zelfs bedreigingen. Inwoners van Bunschoten zijn de problemen met Poolse arbeidsmigranten zat. Wat doet de overheid om dit tegen te gaan? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Grote problemen met Poolse arbeiders bedreigen de samenleving in Bunschoten. We praten over deze problemen met Jan Bert Heijnen, fractievoorzitter van de SGP in Bunschoten. Meneer Heijnen, goedenavond. Ja. Polen zorgen voor overlast. Hoe komt dat? Wat is de problematiek? Nou, de problematiek die momenteel speelt, en dat is ongeveer in april is dat eigenlijk begonnen. Er zijn echt zware incidenten geweest. Een schietpartij, steekpartij. Het laatste incident dat was afgelopen vrijdag. Daar is behoorlijk wat geweld gebruikt. Een grote vechtpartij. Er is daar iemand zwaar gewond afgevoerd. Polen onderling? Polen onderling, ja. En dat was het zoveelste incident waar Polen bij betrokken zijn. Ja. Dus ja, wanneer houdt het op? Ja. Daarnaast natuurlijk ook een hele hoop onrust, hè, geluidsoverlast, diefstal in winkels. Ja, waar toch, die mensen toch elke keer weer in het nieuws komen. Dus ja, voor ons was het eigenlijk een beetje de maat vol. Ja, hoeveel Polen wonen er in Bunschoten? Geregistreerd rond de 400. En dat zijn ook gezinnen, ja, die al geïntegreerd zijn. En ook natuurlijk arbeiders en migranten die langere tijd al bij ons verblijven. Mm-hmm. Maar goed, de schatting is dat er dus ook een drietal of 300... ja, misschien wel meer arbeidsmigranten zijn die niet geregistreerd zijn en die wel werkzaam zijn in de omgeving. Er is bij elkaar 700 Polen? Ja, dan zou je toch over 700 Polen. Op een bevolking van? Meer dan 20.000 inwoners. Ja. Wat doen die mensen in Bunschoten? Nou, het zijn harde werkers. Hè, Polen zijn dezelfde arbeidsinsteek als Spakenburgers en ja, Bunschoters. Hè, dus in de vis, in de koek, in de industrie, in de bouw. En nou goed, daar verdienen ze hun brood. Mm. Maar met elkaar op de vuist, steekpartijen, u noemt zelfs een wapenincident. Ja, dus dat is in april geweest. Dat is eind april een schietpartij geweest. Er zijn 6 kogels afgeschoten. En ik heb ook gisteravond inderdaad gezegd dat het een godswonder geweest dat er nog steeds geen doden gevallen zijn. Hè, ondanks het geweld en wat er gebeurd is. Maar dat zijn wildwestaferelen. Dat zijn echt wildwesten. Nou ja, dat was voor ons ook de vraag. Dat heeft natuurlijk met meerdere factoren te maken. Ja. Dat heeft ook met drankmisbruik, wat we begrepen hebben. Er wordt behoorlijk gedronken in de Poolse gemeenschap. En met name in de vrije tijd. Uh-huh. Ze werken hard en op een gegeven moment, als zij vrij hebben, ja, zitten ze bij elkaar. En ja, goed, een stukje ontspanning. Ja. Maar goed, dat slaat dan door naar de andere kant. Drugsgebruik. Nou ja, goed, als je met elkaar met een paar mensen op elkaars lip zit en dat wisselt nog wel eens en jij mag de anderen niet en je zit wel in één huis, ja, dat op een gegeven moment kan het tot ontbranding maar komen. Ook drugsgebruik, zegt u? Ja, ook drugs. Dat hebben we ook begrepen van mensen die daar heel dicht bij zitten. Ja. Dus over algemeen alcoholgebruik. Uh-huh. Maar ook ja, drugs speelt ook een rol. Maar met alle respect van dorpen als Bunschoten, maar ook Urk, van die vissersdorpen, weten we dat ook de eigen jongeren graag wat lusten. Ja. En misschien wel aan de drugs zijn. Nee, klopt. Dat hebben we natuurlijk ook in het verhaal meegenomen. En ja, er wordt ook natuurlijk al qua controle en dat soort zaken wordt er al behoorlijk op toegepast. Ja. Er wordt naar gekeken. De Poolse gemeenschap, er zit natuurlijk een hele hoop, er zitten natuurlijk talenverschillen zitten daar natuurlijk. En arbeidsmigranten die dus gewoon een paar weken of een paar maanden bij ons in de gemeente zitten, ja, dan kun je ook geen band mee opbouwen. Nee. En dan krijg je dus ook geen grip echt op. Nee, u staat bekend als een christelijk dorp, dus correct, je zou zeggen, ja, met open armen ontvangt u die Polen? Ja, sowieso met open armen ontvangen zij die mensen, zijn van harte welkom. Ja. En nog een hele hoop werkgevers die zijn heel positief over de Poolse medewerkers. Alleen ja, aan de andere kant van de medaille zijn er ook Poolse medewerkers die overlast veroorzaken. Mm-hmm. Ja, en dat geeft natuurlijk een heel ander beeld ten aanzien van de rest. Ja. En wij hebben natuurlijk ook als overheid een verantwoordelijkheid voor de vreemdeling die binnen onze grenzen is. Ook vanuit christelijk oogpunt. Ja. Ja, het is niet alleen onze eigen inwoners, maar ook de mensen die dus gewoon binnen onze grenzen zijn. Ja. En ook de zorg voor de Poolse gemeenschap. Van ja, jongens, welke kant gaat het op? Mm. Er zijn zelfs ook
Poolse inwoners, die al geïntegreerd zijn, al langer bij ons wonen, ja, die toch angstig zijn en ze zorgen maken over het geweld bij hun Poolse medelanders. Ja, maar u zegt, de maat is eigenlijk vol. Gisteravond heeft u een raadsvergadering gehad. Correct. Wat was daar de teneur? Nou, de teneur was, de politiek kun je tot september kun je gewoon wachten voor de volgende raadsvergadering. Ja. Je kunt alle zaken op zijn belopen. U heeft zomerreces. We hebben zomerreces. Ja. Alleen, mede gelet op het geweld en de problematiek die speelt en de signalen vanuit de gemeenschap, hebben wij gemeend samen met de VVD om de raad eerder bij elkaar te roepen. Mm-hmm. En ook vragen te stellen aan de portefeuillehouder, dat is burgemeester van de groep. En te kijken van wat kunnen we als politiek betekenen om te voorkomen dat dus een situatie waar het dag behoorlijk smeult richting een uitslaande brand wordt. En wat kunt u betekenen? Wat is er concreet afgesproken? Gisteravond een heel goed debat gehad. Mm-hmm. Ook natuurlijk de portefeuillehouder natuurlijk de vragen gesteld. Yeah. Nou goed, inzet van de politie, toezicht. Er is toegezegd dat er 2 extra wijkagenten ingezet gaan worden. We hebben nu op dit moment maar 2 wijkagenten op een inwonertaal van 20.000 inwoners. 2 wijkagenten op 20.000 inwoners? 20.000 inwoners, maar het is toch zo dat er per 5 of 6.000 inwoners... 5.000, ja. En dat heeft Kees van der Staaij al landelijk ook al een keer aangekaart. Ja. Alleen bezuinigingen en de reorganisatie bij de politie, waar een hele hoop geld naar andere dingen gegaan zijn, heeft ten koste van de wijkagenten. Mm. Dus, en wij pleiten ervoor omdat de wijkagent een belangrijke schakel is met de contact vanuit de politie met de burger en met name ook de Poolse gemeenschap, om die zo snel mogelijk uit te breiden. Ja. En dat is toegezegd door de burgemeester. Oké, maar meer blauw op straat is een prachtig streven natuurlijk. Maar zou je niet gewoon met die Polen in gesprek moeten? Klopt, dat zijn de volgende onderdelen. Ja. Er gaan gesprekken gevoerd worden met de arbeidsbureaus of de uitzendbureaus die daar mee aan de slag gaan. Screening, als de mensen in dienst komen, dat er ook gekeken wordt naar een verklaring van goed gedrag. Mm-hmm. Of die mogelijkheden er zijn. Daarnaast natuurlijk ook of er een platform kan komen, waar Poolse medewerkers die al wat langer bij ons in het dorp zijn, die dan als een soort spreekbuis of als een soort de contact met de gemeente kunnen versterken. Ja. Dat is allemaal gericht op die Polen, maar wat gaat u voor de eigen inwoners doen? Kunnen die ook... We hebben daarnaast natuurlijk ook een meldpunt, dat het laagdrempeliger wordt om klachten en problemen te melden. Er zijn een hele hoop inwoners die zeggen van als ik een probleem of een klacht heb, dan moet ik eigenlijk allerlei handelingen doen voordat ik eigenlijk bij de politie of bij de gemeente terecht kan. Ja. Dus we hebben ook gezegd van we willen graag dat ook voor de inwoners gebeurt. Een meldpunt. Nou, u weet meneer Heijnen, een Polen meldpunt. Nou, dat is een beladen begrip in dit land. Dat klopt. Dat is, vanuit de PVV is dat een kreet geweest. Ja. Maar goed, wij zien het gewoon als een meldpunt voor alle overlast. Of het nu Polen zijn of Bunschoters. We hebben ook een Turkse gemeenschap. Okay. Daar hebben we natuurlijk ook nog wat zorgen van met Erdogan en Gülen. Maar daar hebben we natuurlijk al wat meer contacten mee. Ja. Maar goed, de migranten willen we natuurlijk er ook in meenemen. Mm. Daarnaast natuurlijk de huisvesting. De mensen die dus gewoon huizen verhuren, dat het dus niet, uitgangspunt is 4 personen per woning. Die Polen wonen allemaal bij elkaar in Bunschoten, in een appartement? Er zijn, zoals ik nu even uit mijn hoofd zeg, ongeveer 70 woningen, verspreid over het hele dorp, waar dus gewoon Polen dus verblijven. Ja. Midden in de woonwijken, gewoon in Bunschoten, Spakenburg. Mm. En die zitten dus naast gewone Bunschoters, die daar al jaren wonen en die hebben daar natuurlijk ook een mening. En bij de ene gaat het goed. Ja. Daar hebben ze goede afspraken mee. Maar als er dus op de Venestraat gebeurd is, waar het incident, er waren mensen die waren net ingekomen. En toen sloeg al de vlam in de pan. Ja. En dan is de buurt meteen een rep en roer van jongens, onrustig. Het veiligheidsgevoel die wordt natuurlijk onder druk gezet. Ja. U noemde het net een smeulend vuurtje wat deze zomer oplaait. Ja. Vindt u als politicus dat moet je direct de kop indrukken, meteen blussen, want anders weten we niet wat de gevolgen zijn? Ja, sowieso. Kijk, we hebben natuurlijk al jaren arbeidsmigranten. Ja. En we hebben natuurlijk ook het reguliere overlast. Maar dit was heel extreem, dit jaar. En toen hebben we ook gezegd van wat is er nu eigenlijk aan de hand? En ook als politiek wordt er wel eens verwezen van de politiek doet er niks aan. De
politiek vergaderd of die lopen achter de feiten aan. En weet niet wat er in de werkelijkheid gebeurt. En weten niet wat er speelt. Nou goed, wij als partij en ook de VVD, maar goed, wij spreken nu voor de SGP. Wij hebben een hele hoop contacten met de bevolking. We weten wat er speelt, wat er gebeurt. En we kunnen niet gaan toezien dat het dus op een gegeven moment in brandweertermen van een smeulbrand naar een uitslaande brand. Want dan is het op een gegeven moment, moet je alle hens aan dek. En ja, wat gaat er dan gebeuren? Gaan burgers dan... Is de bevolking bang bijvoorbeeld om dingen te vragen of te melden? Er zijn burgers die zijn bang. Ja. En die durven dat dan niet te melden. Of nou ja, goed, we hebben ook in de reacties gezien van ja, ik wil liever niet mijn naam in de krant. Mm-hmm. Of ik wil niet mijn naam op social media. Hè, want ik ben bang dat daar dan een reactie op komt. Ja. Nou, heeft u veel media over de vloer deze week in Bunschoten. Ja. RTV Utrecht die sprak met een aantal Polen. En die gaven als oorzaak niet die drank, maar die drugs waar wij het eerder over hadden. Ja. En dat dat ook onder uw eigen jongeren een probleem is. Ja. Herkent u dat? Ja, sowieso drank en drugs. Hè. Het is, als ik landelijk ook bekijk, is dat natuurlijk ook een behoorlijk probleem. We zitten daar volop op, ook als politiek. Hè. We hebben daar, als goed is in september, hebben we daar ook weer een overleg. We hebben zelfs een themabijeenkomst al gehad. We vinden het een heel belangrijk onderwerp. En van onze eigen jeugd of inwoners, ja, die hebben we natuurlijk behoorlijk al in beeld. Ja. En, maar goed, soms moet je dus gewoon zaken aanscherpen om er nog dieper op in te zetten. Maar je zou ook een beetje kwaadenkend kunnen zeggen van u gebruikt dit nu, die Polen, als afleidingsmanoeuvre om uw eigen problematiek te bedenken. Nee, dat doen we sowieso niet. En dat is ook het feit dat we dus het probleem nu aangekaart hebben. Ja. En de focus is op dit moment ook gericht op de Polen. Omdat dus alle incidenten, geweldsincidenten, Polen betrokken zijn. Ja. We willen dat gewoon ook in het perspectief zien. En niet dat op een gegeven moment alles in de schoenen geschoven van de Polen. Want er zijn goed werken of hardwerkende Polen die dus ook last van hebben. Ja. En wij willen dus gewoon veiligheid, de openbare orde en veiligheid voor het hele dorp. Ja. Voor jong en oud. En daar zitten wij voor. Ja. Is 700 Polen op een bevolking van 20.000 niet te veel? Nou, er zijn gemeenten die hebben een grotere populatie aan Polen binnen hun grenzen. Of buiten hun grenzen. Hè. Dus, daar hebben ze dus een soort logiesgebouw. Die hebben ze dan buiten de gemeentegrens. Ja. Hè, dus een beetje een soort asielzoekersconstructie. Dan denk ik van ja, oké, dat zijn keuzes. En dan kun je daar ook op toezicht houden. Maar ja, ik krijg ook eventueel problemen. Mm. Maar goed, ja, die keuze is geweest. En dat is gewoon gegroeid. Ja. En in één keer zie je dus gewoon allerlei ontwikkelingen. Er komen een nieuwe lichting jongeren. Hè, die komen hier werken. Ja. En dat er dus op een gegeven moment weer problemen zich voor gaan doen. Ja, tot slot, meneer Heijn, ik zei het al eerder, u bent een christelijk dorp, Bunschoten. Ja. Gemeenteraad ook christelijke partijen. Veel kerken. Ja. Zouden die een rol kunnen spelen hierin? Ja, kerken kunnen ook een rol in spelen. Alleen een kanttekening is erbij, met name de Polen, die hebben meestal een katholieke achtergrond. Ja. En u heeft geen katholieke kerk? We hadden een katholieke groep. Ja. Ook contacten. En die hadden dus ook al probeerden contacten te zoeken met de Poolse migranten. Uh-huh. Is gedeeltelijk gelukt. Alleen ja, die groep was zo klein dat die op een gegeven moment ook verplaatst is naar Hoogland, naar ik weet. Ja. En ja, dat was wel even de link. En ja, goed, sowieso is er ook een oproep aan de kerken. Hè, kijken naar mogelijkheden. Ook sowieso naar de eigen achterban. Ja. Hè, want u weet ook de kerkverlating en de kerk is dan ook onder druk natuurlijk. Maar daarvoor ook omzien naar, wat ik al eerder aangaf, de vreemdeling binnen onze grenzen. Ja, en mensen die geïsoleerd blijven en zich buitengesloten voelen, kunnen natuurlijk sneller rare dingen doen dan anderen. Correct. En wij hebben ook gezegd van op begeleiding, hè, dus dat die mensen ook beter begeleid gaan worden. Ja. Dat we dus ook groepalen dan in willen zetten om contacten te zoeken met die mensen. En kijken van, kunnen we daar ook in de vrije tijd zaken doen. Ja. En ja, de kerken, ja, dat is een uitdaging. En die wil ik bij deze natuurlijk ook uitdagen. Om te kijken of ze daar ook iets mee kunnen en mee willen denken. Ja, want dat steunt u vanuit de politiek. Ik steun dat van harte uit de politiek. Ja. Oké, dank voor de toelichting. Jan-Bert Heijnen van de SGP in Bunschoten. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Hartelijk dank voor het kijken. Graag tot morgen. Dag.